Ik ben een geweldige roadtrip aan het maken door Noord-Ierland. En ik heb in de vorige aflevering de kustroute gereden. En nu ben ik in Belfast. Misschien stond het niet bovenaan je bucketlist, maar het is echt een ongelooflijk leuke, wervelende stad. En dat ga ik je laten zien. Goed om te weten ook, dit is dus Belfast. Het is de hoofdstad van Noord-Ierland. In het zuiden hebben we Ierland en daar is de hoofdstad Dublin. Ik begin mijn dag in Belfast meteen met het Titanic Museum. Want dit is waar de Titanic ooit gebouwd is. Maar dit is dus de plek waar de echte Titanic het water in ging. Dit is de Nomadic, dat is een tender noemen ze dat. En dat zijn eigenlijk kleinere boten die vanaf de kust de passagiers naar het grote schip brengen, omdat die grote schepen niet zomaar in de haven kunnen. Daarvoor zijn ze te diep. En deze is exact hetzelfde als Titanic. Hij is alleen kleiner. Maar hij is helemaal precies hetzelfde ontwerp. Dus dichter bij Titanic ga je nu niet komen. En als je op het kleine zusje van de Titanic staat, dan weet je wat je moet doen. Maar zonder de armen van Jack om het middel is het toch anders. Dat is toch... Titanic spreekt zo tot de verbeelding door Jack en door Rose. Dat als je dan door dit museum loopt, waar die hele geschiedenis tot leven komt. Ja, dit is zo indrukwekkend. Ik ga nu de rest van Belfast ontdekken. En dat ga ik niet in mijn eentje doen. Ik laat mij vandaag meenemen door Billy Scott. En hij gaat me alles laten zien en alles vertellen over Belfast. Welcome to Belfast. Thank you so much. You are from here. I am, yes, I'm from Belfast. And you know everything about the city, or a lot? Yeah, okay. hopefully. Are you going to show me around? Yeah, come on, jump. Okay, jump great. In, jump oh, in. Yeah, that way, of course, oh, left, yeah. All right, Billy, where are you going to take me first? You know what, Elizabeth? I think we'll go to the big fish, because every story has got a beginning and an ending, and the story of Belfast starts at the big fish. All right. Dit is de plek waar in het jaar 666 voor het eerst de naam Belfast ontstond. Hier zijn tientallen, als geen honderden slagvelden gevoerd. Deze plek is eigenlijk waar de geschiedenis begint. So Billy, are you born in Belfast? Yes, not too far from here. Can you describe like a typical Belfastener? How do you say that? A Belfast person? Belfast person. Hardworking. Hardworking. Down to earth. Ja. Yeah. Likes a good laugh. The work to live, not live to work. So that's Queen's University there. Wow. It looks like the school of Harry Potter. It does, doesn't it? Oh, really, yeah. Wel vet hoor, als je hier mag studeren. Waanzinnig. Er moeten hier ook echt geweldige bibliotheken zijn van die Belle en het Beest-achtige bibliotheken met 1000 meters boeken. En als je dan lange avond gehad en je wil even lekker tot rust komen, dan is er een prachtig park net naast de universiteit. Kun je lekker van het zonnetje genieten. I actually did work for a Dutch soap opera. Which one? Good times, bad times. Goede tijden, slechte tijden. Where was it? Here in Belfast? Yeah, it was their 25th anniversary. So they were filming on location. Chance Causeway. I've been there. Yeah. Have you? Yeah, I was there. See the big cliffs? Yeah. Murder there. And I don't mean the word stereotype now, because the murderer was from here. Yes, you know. So you objected? I'm surprised. It's Belfast City Hall. They're responsible for the management of the city of Belfast. Ik ben net bij het Titanic Museum geweest, maar hier, eigenlijk het hart van de stad, staat een memorial. Overal waar je gaat, is de Titanic nog helemaal alive. Het is echt een groot onderdeel van Belfast. Volgens onze vriend Billy is dit een van de allerbeste delicatessenwinkels van heel Belfast. Dan haal je hier een lekker broodje, een brownie, ga je in een mooi park zitten. Gewoon een topdag. Mijn eerste souvenirtjes zijn er in ieder geval vast binnen. This place is filled with like museum kind of things and the owner collects a lot of stuff, right? He does, yes. So can you show me around? This is a famous door. That's a Game of Thrones door. A Game of Thrones door. Of course. I've been to the Dark Hedges. Well, that's where that came from. From that's those trees. The Dark Hedges. It says here, season 6, episode 10. We hebben de eigenaar van deze bar ontmoet en die neemt ons mee naar de volgende bar. Hallo. Hallo. Wow. This is another museum. Ja, we zijn hier natuurlijk nu gewoon overdag, dus het is leeg, maar je ruikt hier het opgedroogde bier van de avond ervoor nog. Het is echt, wat een plek. Ja,
Ja, hier moet ik vanavond natuurlijk wel even een biertje gaan drinken. Dat lijkt me duidelijk. So what is it with Belfast and all these murals that I see everywhere? Belfast encourage artists now to come in. Ah. And to take over these empty walls. The beautiful. A lot of it will have, you'll see it maybe on a building, it will have a connection. The artwork will have some kind of connection, tell the story of the business that is in behind the building. A wall, a blank canvas. Oh, there's a fabulous one just down here. Okay. I'll show you this one. This one's called The End of Days. That's a rather suiting name for the end of our trip as well. It's the end of the trip. Oh, you're going to leave us? No, I'm going to miss you already. Can I give you a hug? Ik denk dat ik zo'n 10.000 stappen heb gezet vandaag. Billy heeft me heel Belfast doorgesleurd, me alles verteld. Soms kon ik hem heel even niet verstaan, maar wat een ongelooflijk gezellige man. Het is nu voor mij tijd om heel even tot rust te komen, want vanavond ga ik natuurlijk het nachtleven van Belfast in. Ik denk dat dat wel een hoop pubs met zich mee gaat nemen. Een biertje, misschien wat gin? We gaan het meemaken. Wil je weten wat ik nog meer heb gezien in Noord-Ierland? Kijk dan ook zeker even de andere afleveringen.